Ik ben Sam van Mietniet. Ik sta hier helemaal alleen aan het Dudepark om Dante van Zijr een gouden schoen te geven. Mijn collega Ellen DeGeneres is er nog niet, dus we gaan even moeten wachten. Ça va? Stort dat geluid. Ik ga proberen stiekem binnen te gaan. C'est pas ouvert pour mon badge. Ah, c'est pour ça. Alors, j'attends. Pas de badge. Je suis Sam. C'est quoi? Ça, c'est pour Dante van Zijr. C'est le meilleur joueur de le K12, le K12. What the fuck is dat haar, jongen? Dat is toch goed, jongen? Dat is een beetje roos. Nee, dat is niet roos. Is dat roos? Nee, dat is door die zon. Ja, schijn door de zon. Ah, madameke. Is dat rood omdat wij super belangrijk zijn? Of omdat die ons denken bij Antwerpen? Nee, ik heb niet op van de licht. Shirts waren toch uitverkocht? Uitverkochte shirts. Je hebt nog een zak opzij, of wat? Ja, iedereen. Je kunt stalken op Instagram, hè. Hij heeft nog shirts. Nee. Oh, wat een prachtig stadion, hè, maat. Zeg, en wat is er in dat wit? Dat wit is eigenlijk... Ik me niet vergis, waren dat toch vroeger de kleedkamers? Vroeger, ja, dan liepen ze naar beneden. En dat is het beerschotvak, hè? Ja, dat is het. Dat is het befaamde. Dat is het uitvak, inderdaad. Jij bent 2,20 meter en jij raakt mijn voeten niet aan de grond. Het zou er naar bij komen. Dat is echt... Ja. Kunnen wij nog rap even binnen? Zijn ze er? Nu. Het is echt super vet. Grote club. Ja, echt. Groot in alles. En zo, zit hier nog graag? Ja. Dat is natuurlijk wel indrukwekkend, hè? Prijzen. Ik heb de kleedkamer van Antwerpen. Maar chic. Dante van Zijr. Ja, jullie zijn een te goede ploeg, dus jullie konden die niet winnen. En succes, hè, mannen. Ja, succes. Niet te veel, want ik heb op gelijke stelling gezet. Ik heb proficiat, dus ik geef mijn hand, jij geeft hem de krok. Welverdiende winnaar van de allereerste gouden krok. Wat is dat nog, jong? Racing Mechelen. Dus dat is de 60 wedstrijden dat ze niet verloren hebben. Dat is mooi. FC Mechelen. En wie was dan de 61ste? Wie heeft de rechts? Elira. Filip Joos. Een beetje chiquer, hè? Dat is hier wel chiquer, hè? En wat zijn de fotokjes? Is dat altijd of is dat nu nee, omdat de laatste match is? Dat is ter motivatie. Ja. Zeg, en die net op Anderlecht geshot ook? Ook nog. Ja, maar waarom geen enkel fotokje van Anderlecht? Ligt dat gevoelig? Oké, dat heb je moeten vragen. Ik vind dit gevoeliger nu wel. Ja, inderdaad. Ja, schattig manneke, hè. De gouden klok. Ja, wat bij Racing Genk of wat? Ja. Oh, zie. Ja, nu zelf als vader maakt mij dat week, hè. Maar dan zijn een semi-miljonair, moet je zoiets douchen. Is dat wel jij eigenlijk in dat nummer? Maar zeg eens dat de familieleden zijn speciaal voor de playoffs gedaan. Nee, dat is wel vet. Ja. Oh jongen, hoe nice is dat? Hier zit het geld, hè. Hoe vet is dat, jongen? Dat is wel vet, hè. Dat is wel heel vet. President! Hey, Mr. President. Golden Croc. Golden Croc. The best player of the non-Big Six teams. Ah, ja? Yeah. So, at the beginning of the season, you weren't a Big Six team, so... The final was Dante against Rob Schoofs. Of Mechelen. Yeah. He's not coming to Union, eh? Rob, yeah. En daar staat de stelling van de koppels. Dus echt wel de fanbase van de Union Boys. Die hebben verschillende supporters van de Boys. Ja, dat is de capo, dat is Dylan. Ja, genoeg. Hij is toonvast. Ik heb hier alles, dan ga ik hier ook naar alles tijdens doen. Ganja. Zeg jullie dat is. Ganja. Die is tegen Antwerpen, die zijn wel wat gewoon, denk ik. Mag je daar een foto mee maken? Ja, natuurlijk. Dat is 5 euro wel. Maar kan je bij Evert maken? Natuurlijk, ja. Evert is een leuke, want die is een akkoord, Kerkhoff. Dat
foto? Avec le croc d'or. En die containers in de hoek daar, wat is dat dan? De veilingen? Nee. Dat is het secretariat. Ah, okay. Dus dat zijn de bureaus. Rikkel Waganja. Hoe houden ze dat bier hier koud in die zon? Dat is toch niet te doen, joh. Wat daar, in zo'n ding, hè. Ja. Waar is hem? Zien we hem al? Ja, ik heb hem al gezien. Hij zit op de bank. Je hebt hier wel een goed zicht, hè. Dante! Beste supporters, van harte welkom in het Jozef Marien Stadion ter gelegenheid van de laatste rots met drankbekers te gooien. Chef supporter, de goeiemiddag. Zijn ze klaar om die in ontvangst te nemen? Zijn ze klaar om ze beet in ontvangst te nemen? Dat is waar. Ja, dat ja, is waar, want hij wil dat nu doen tijdens de opwarming. Nee, ja, nee, ik zeg het gewoon voor de maatjes. Die nemen. Wow. Het is gewoon veel beter. Perfect, zo moet het. Was spannend. We hebben nog een target spits nodig. Goedemiddag. Dat is next level. Dat is next level, dat heb je gezien. Briljant. Dat is voor u volgend jaar. Geschreven de man, proficiat. Dank je, alsjeblieft. Dik verdiend. Je moet er nog één maken, hè. Ja. Dan hebben we nog iets. Heb je niks geregeld vandaag? Ja. Maken vandaag. Ja, dan moeten we terugkomen. Ja. De scheidsrechter is de neef van onze cameraman. Ik moet zeggen, we zijn hier wel supergoed behandeld weer. Ja, Maarten Verdoot. Overal waar wij komen. Weer een midmiddavontuur. De gouden krok is uitgereikt. Ik vind het wel knap. We hebben gewacht tot de allerlaatste speeldag om hem uit te reiken. Dat is toch mooi getimed? Dat is mooi getimed. En als hij vandaag scoort, dan wint hij uw weddenschap. Want weddenschappen winnen, dat is niet. Het seizoen was dat niks voor u. Hij heeft er 15. Dan moeten we nog eens terugkomen eigenlijk. Maar gaat hem hier blijven? Weddenschappen zijn niet mijn ding. Punt bewezen, denk ik. En Dante heeft beloofd om zijn gouden krok op een speciaal plaatsje in zijn huis te zetten. Misschien in de plaats van zijn vriendin op de zetel. Volgende week laatste aflevering. Ja, speciale gast ook. Speciale gast. Het is wel een lang seizoen geweest, ik voel het. Nu met die zon erop krijg men een klop, krijg men een niet-mid-klop. Ik ga blij zijn als het gedaan is ook. Maar het was wel genieten. Ja. Merci nog eens voor een heel tof seizoen. Kom. We moeten nog twee seizoenen volhouden. Oh. Wat zijn we toch beste vrienden eigenlijk, hè? Ah. En dan die lach daarachter, jongens. Kom maar dan weg. Boys, ciao. Yo. Yes.